De middellange en lange putts, daarvan hoef je niet te verwachten dat je die allemaal uit gaat holen. Maar wat je wil bereiken is dat je maximaal 2 slagen hebt. Nou, daarvoor heb ik 2 gerichte tips. Ten eerste, zorg dat wanneer je deze putts traint, dat je het moeilijk traint. Nou, een mooi voorbeeld zou kunnen zijn, waar ik normaal met beide handen put, leg ik nu mijn rechterhand op mijn rug. En ik speel de put met slechts alleen mijn linkerhand. Op deze manier maak ik het trainingsniveau heel moeilijk. Door een aantal putten met links te spelen en het mezelf moeilijk te maken, zal uiteindelijk de put waarbij ik beide handen gebruik, met name ook een mentale boost geven, maar doordat ik mijn rechter hersenhelft net flink geactiveerd heb, zal ik nu die put met beide handen korter bij de hole kunnen spelen. En dit is een slimme manier van trainen, waarbij een allerbelangrijkste tip zal zijn, eindstand vasthouden totdat die bal nagenoeg stil ligt. Want je voelt dan wat je gedaan hebt, je ziet dan wat het resultaat is en daarop kun je al die andere putts weer gaan baseren. Succes!